Wat is het festival Songs of Freedom nou precies? Songs of Freedom is een muziekfestival waarbij wij gedenken en herdenken en ook vieren de afschaffing van de slavernij. Het is gewoon heel belangrijk om de afschaffing van de slavernij te vieren, om mensen bewust te maken met dit onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Omdat er ook nog heel veel slavernij plaatsvindt in de wereld, ook in Nederland. Er is veel uitbuiting, met name kinderarbeid, vrouwen, prostitutie. De liedjes die gezongen worden, die gaan ook allemaal over de slavernij. En daardoor kunnen mensen ook gaan nadenken over de inhoud van de liedjes en waar het om gaat. We hebben een groot projectkoor dat ongeveer uit 100 man bestaat. En daar zingen wij Negro Spirituals. Dat zijn de liedjes die vroeger gezongen werden ten tijde van de slavernij. Mensen putten kracht en hulp uit de liedjes en dat het een keer goed zal komen. En gelukkig is dat gedeelte goed gekomen. Zingen, dat maakt mensen blij, dat verbindt. En dat is de reden waarom wij dit projectkoor hebben samengesteld. We hebben ook nog een hele grote artiest, Shango McCroy. Die mogen we niet vergeten, want Shango McCroy is een hele grote artiest die opkomt nu. En we hebben dan ook leerlingen van Visser het Hoofd Lyceum. En dat vinden we ook heel belangrijk, omdat ook de jongeren bezig zijn met het thema. Die gaan dus dansen op een lied dat vrijheid uitbeeldt. Ik denk dat iedereen gewoon hierop moet afkomen, dat programma.